in bloedvorm zijn. Wat is dat? Als de anderen afzien, voelen dat je het nog over hebt als het moet. Dat je dan de pijn kunt doen, goed in je vel voelen, denk ik. Dat dan ook nog eens iets of wat resultaten bijhalen. Dat alleen maar mentaal weer een extra boost geeft om zo ook fysiek weer iets beter te kunnen presteren. Als je ziet de anderen meer afzien dan u op een bepaald moment, maar ook als je eigenlijk weet dat je echt je eigen kunt pijn doen en rap van recupereert en ook het plezier van je eigen te pijnigen. Ik denk dat dat, als je in vorm zet, dat dat veel plezanter is dan dat je helemaal niet in vorm zet. Welke is de vergelijking met een paar maanden geleden? Misschien de slechte maanden en nu? Hoe komt dat? Nou, ik was zieker dat ik een beetje nood had aan de rust, mentaal en fysiek. Allee, ik ben sowieso iemand dat heel veel belang hecht aan mijn familie en aan mijn vrienden, naast de koers dan. Maar als je dan merkt dat je een beetje problemen hebt, dan leert je dat ook wel makkelijk om de koers in perspectief te plaatsen. Zeker als het dan minder is gegaan. Ze mogen zeggen wat ze willen nu, maakt mij eigenlijk niet uit, want ik weet wat er aan de hand was en ik ben veel contenter dat dat allemaal van de baan is. Dan dat je je daar ook nog eens druk in zou moeten maken. Oké, het is een voorjaar. Ik zou niet eens weten welke koers, hoe die verlopen is. Als ik daar nu op terugkijk, dan ik kan mijn moeite de winnaar misschien benoemen, omdat ik gewoon merk dat ik daar niet was eigenlijk. Gewoon van mezelf dat ik meer een klootzak moest zijn. Maar daar zit natuurlijk veel meer achter als gewoon een klootzak zijn. Dus dat begint gewoon je eigen persoonlijkheid leren kennen, andere persoonlijkheden leren kennen. Kunnen zien wat voor iemand is en daar ook op kunnen inspelen als het moet. Maar in de Tour ben je een klootzak? Ik ga niet zeggen dat ik de braafste ben als we naar een massasprint gaan. Als je dan van voor zit, zijn we allemaal wel een beetje een klootzak, denk ik. En vandaag is het oorlog in de Tour. Vandaag kan wel eens oorlog worden. Hoe was de oorlog onderweg? De oorlog viel goed mee. Ik zat bij de eerste ontsnapping met heel wat sterke namen, met De Gent en Naasten onder andere. Maar er was rap controle van Bora en Sunweb. Ik had dan eigenlijk redelijk rap door dat ik niet zo'n heel goede dag had vandaag. En dan was ik een beetje aan het twijfelen, ga ik dat dan wel overleven, die beklimmingen? Dat was uiteindelijk gelukt, maar in de sprint was het meer achteruit sprinten dan vooruit, denk ik. Toch? Vierde rit in lijn, vierde keer top 10. Ja, dat is een mooie statistiek. Maar het is jammer omdat ik eigenlijk net vandaag eens perfect in positie ben gebracht in de ploeg en geen energie zelf moet er steken in het opschuiven. Maar ze zijn nog niet klaar met Jasper Stuyven in deze Tour. Morgen wel, maar de dagen daarna nog niet.